Yo, de gasten, en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Miljoenenjacht. We zijn vandaag bezig met afleveringetje nummer 14. En we hebben precies de helft daarvan nog over aan koffers. Er zijn nog 7 koffers over. Koffer nummer 3, nummer 6, nummer 13, 15, 19, 20 en 24. En wij gaan daar vandaag weer 2 van openmaken. Want jullie hebben meerdere comments achtergelaten voor koffers en suggesties met redenen. En dan gaan we nu de topcomment eventjes voorlezen en erbij pakken. Want die is van Luc Klaassen. En Luc zegt, doe koffer 3, want dat is Marks IQ. Nou is Mark een van de slimmere bankzitters. Dus dat IQ is niet 3. En de manier waarop jij Marks schrijft, dat zegt misschien eigenlijk al genoeg. Maar desalniettemin gaan wij koffertje nummer 3 openmaken. Wat zal er in koffertje nummer 3 zitten? Is het iets waarmee we het team kunnen verbeteren? Nee. Okay, ja, ik mag niet ontevreden mee zijn, want Milano is mijn meest favoriete speler dit jaar op FIFA. Ik zal je zo vertellen waarom. Iedere YouTuber heeft video's die hij zelf heel leuk vindt om te maken. Bij de een is dat een serie, bij de ander een losse video. En in sommige gevallen is het gewoon iets dat je totaal niet had verwacht. Ik had dit jaar een video gemaakt over Diego Valeri. Zullen we die er ook gewoon even bij pakken? Dan voegen we die ook toe in het team. Dat mag gewoon. Ja, ik heb hem zelfs nog in mijn club zitten. Ik had een video gemaakt met Diego Valeri. Hij had een beker gewonnen. Dus mij leek het heel grappig als ik ook met hem een beker zou winnen. En in die video gebruikte ik Milano voor het eerst. En Milano bleek een van de beste zilveren spelers te zijn die ik ooit heb gebruikt. Laat staan een van de betere spelers over het algemeen die ik ooit heb gebruikt dit jaar in FIFA. En in Road to Argentinië mocht ik hem ook gebruiken en daar heeft hij het ook heel goed gedaan. Hij is een zilveren speler en hij heeft in 28 wedstrijden 34 keer gescoord. Wij moeten hem nu minimaal 1 keer gaan gebruiken. Wij kunnen hem in het team kwijt. Hebben we nog steeds 100 teamgeest, dat is gunstig. Alleen staat Milano zelf en Ronaldo niet op volle teamgeest. Ja. Hier gaan we een wedstrijd mee spelen en dan daarna mag Suarez weer terug in het team. Het zou trouwens super chill zijn als jij een blauw duimpje omhoog wil achterlaten. Ik hoop dat iedereen een leuke schoolperiode heeft gehad, want het is weer begonnen. Ik ben ook weer begonnen. Ik ga mijn laatste jaartje in. En Het moet. Maar toch was vakantie heel chill. Wij gaan een tegenstander zoeken. Ik draai daar weer veel te lang omheen. We hebben een tegenstander voor vandaag gevonden. En dat is een tegenstander met een geheel Frans team. 2 Futties erin. Futty Laurie en Futty Ben Arfa. Leuk teampie. Ik kan niet elke keer als we een tegenstander zoeken wel zeggen van leuk teampie en zo. Maar ja, we hebben gewoon één belachelijk bruut team. Waar we hopelijk mee gaan domineren. Als alles mee zit. Want in deze animatie zie ik al dat er misschien een heel klein beetje vertraging in de wedstrijd zit. Maar dat maakt niet uit. We hebben vaker met vertraging gespeeld. En we hebben ook vaker met Milano gespeeld met vertraging. Die gozer, hè, die kan alles. Als je nou trouwens heel graag die video wil zien waar ik het over had, ik zal de link bovenaan in de beschrijving zetten, als ik het niet vergeet. Ik heb vaak nog wel eens dat ik dat soort dingen beloof, maar dan vergeet. En anders moet je zoeken op Bakerboy, dan vind je hem ook wel. Superleuk video. Ronaldo is erdoor! Ronaldo is erdoor! Ronaldo gaat hem heel... Wat? Milano! Ja, met zijn eerste schot op goal, Milano. Had er in eerste instantie wel ingemoeten, maar hij staat keurig op te letten. Het is een rebound goal, maar goed, hey. Je moet ze scoren en hij doet dit gewoon. Ik hoop dat hij volgend jaar nog zo goed is. Oh, dat is... Het is altijd leuk als er een nieuwe FIFA komt, want hey, nieuwe dingen uitproberen, nieuwe spelers uitproberen, alle getransferde spelers, nieuwe hybrids mogelijk en dan komen nieuwe spelers worden toegevoegd. Maar het is toch ook altijd wel een beetje jammer dat je moet opgeven wat je hebt opgebouwd. Voor hetzelfde geld is Milano, dus misschien heb je het zelf al. Denk er eens over na. Misschien is jouw favoriete speler... Wat is überhaupt jouw favoriete speler? Laat dat in de reacties achter, terwijl je ook voor een cover comment. Wat nou als die gewoon straks in één keer heel slecht is volgend jaar? Wat nou als Milano een non-rare silver is met een dikke pace downgrade? Is het dan nog steeds zo leuk om met hem te spelen? Nee, dat is het niet. Di Maria op... Oeh, Milano... Afleggen. Oh, we maken het gewoon. We maken echt een teamgoal. We maken echt een hele mooie teamgoal. Met natuurlijk aan de basis Milano. Nee, dat overdrijf ik. Pring. Oh, gaan we weer echt zo... Nee, Laurie. Anders hadden we weer zo'n mooie teamgoal gescoord. De beste spelers op het veld zijn Milano en Ronaldo. Terwijl dat de enige spelers zijn die met teamgeest omlaag zijn gegaan. Nee, joh! Nee joh, Thiago Silva, wat? Oké, het gaat echt gewoon heel goed vandaag. Ik wil maar geen nieuwe FIFA. Ik ben nog steeds echt gewoon beast. Ja, hey, eerlijk is eerlijk. Maar deze zit er wel gewoon heel erg lekker in. Ronaldo. Ja. Penalty.
Penalty. Vrije trap. Oh, nee. Oké, Roberto Carlos kan dat. Het is eigenlijk net iets te kort om over... Oké, dat is heel dom tegenstander als je die speler daar zo vrij laat. Terugleggen en boom. Wat? Dat is een perfect ingestuurde vrije trap, maar hij jinxt hem. Oh, dit doet mijn tegenstander heel slecht. Tenminste, hij deed in eerste instantie heel goed en dan maakte hij hem heel slecht af. We zijn er weer door. En weer Loridium redden. Wat? 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 Hè? Halle Anine is nog steeds niet weg. Melado, Melado, Modric, Modric, Ronaldo, Ronaldo. Even gewoon uitspelen, want Lorie heeft blijkbaar alles in de eerste instantie. Ja, nee, de scheidsrechter die floot net af. Ik denk rust. Misschien kan mijn tegenstander dan inzien dat hij inderdaad zijn tijd verdoet hier. Thiago Silva heeft een 10, wat logisch is. Hij houdt een 0 en heeft een doelpuntje gescoord. Melano, grap. We hebben Suarez helemaal niet nodig. We hebben hem helemaal niet nodig. Weet je wat? Het is toch kansloos. We gaan gewoon de tweede koffer van de aflevering openmaken. Ik hoop dat jullie een duimpje achterlaten, dat sowieso. En ik denk dat we vanaf de volgende aflevering misschien maar gewoon eens Divisie 1 in moeten gaan. Zal heel lastig worden. Maar aan de prestaties van het team te zien, zijn we eraan toe. Want de afgelopen wedstrijden hebben we bijna allemaal gewonnen. We hebben er eentje verloren. Die was echt kansloos. Je ziet nu welke koffers er nog open zijn. Dus laat even een comment achter voor de volgende aflevering. Zou ik heel chill vinden. Vergeet elkaars comment ook niet te liken. De topcomment, de tweede topcomment eigenlijk, is van Jeroen Jalving. Ik hoop dat ik je naam goed uitschrijf. Hij zegt 1 plus 1 is 2, dus doe maar koffer 15. Ik vind het een hele mooie, rustgevende comment. Maar toch ergens ook wel een soort van... onlogisch, desalniettemin gaan we koffertje nummer 15 openmaken. Jeroen, dankjewel voor jouw comment. In koffertje 15 zit niks minder dan het bedrag van 100.000 coins. Oké, daar kunnen we wel wat mee. Daar kunnen we wel wat mee. Als we eventjes naar het team gaan kijken, pak ik er even bij, zien we... Ronaldo heeft geen contract meer, dat maakt niet uit. Dat, weet je, Milano kan je er bij wijze van spreken net zo goed in laten staan. Die doet het toch heel goed. Dat er nog één speler is die heel erg opvalt en dat is dus Varane. En ik weet precies... wie ik daar neer ga zetten. Niemand minder dan the man himself. Milo zou blij met me zijn. Hij speelt niet meer bij Paris Saint-Germain, want hij is naar Chelsea teruggegaan. Maar zijn kaartje is wel ontzettend lekker. Een team of the season. Vorig jaar had ik nog team of the year David Luiz gepakt. Maar dat is niet een goed genoegen. Wat zeg ik? Die reden is niet goed genoeg om in een koffer te stoppen. Want dat was vorig jaar. Dat maakt niet zoveel meer uit. Varane, jij gaat naar de club sturen. Het hele team krijgt alsnog volle teamgeest, want Modric heeft die sterke link met Ronaldo. Mandanda krijgt nu volle teamgeest. Ronaldo en Milano alleen niet, maar de verdediging staat verder goed. Als we Suarez neer zouden zetten, zou iedereen volle teamgeest krijgen. Met dit team gaan we dan de volle... Wow, dat ziet er echt vet uit met die kaartjes, als je dat zo bekijkt. Dat blauw en dan blauw en Legends en dan goud en... wauw. Met dit team gaan we de volgende aflevering Divisie 1 in. Maar we gaan nog steeds gedurende dat proces koffers openen. Dus laat ze achter. Je wordt bedankt voor het kijken. Je kan me volgen op Twitter, op Snapchat en op Instagram. Ik heb gisteren een leuke video geüpload over Twitter. Als je die nog niet hebt gezien. Als je die nog niet hebt gezien, kan je hem nu gaan kijken. Ik heb gisteren een leuke video over Twitter geüpload. Als je hem nog niet hebt gezien, kan je hem kijken. En voor de rest, Milano, als je meer van hem wil zien, in de beschrijving staat ook de link naar die video. Je wordt bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Joejoe!